Nou, hier zit een muts in. Een USB-stick. Pepermunt. Chocola. En behoorlijk wat toiletartikelen. En die gaan we uitdelen vandaag? Die gaan we uitdelen vandaag. Het hele jaar door verspreidt Felix Hendricks uit Dirkslands als predikant het woord van God. Deze week voegt hij daar ook speciale kerstpakketten aan toe. En klaar is Kees. Want voor wie zijn deze pakketten? Deze pakketten zijn allemaal voor zeelieden die op de zeeschepen in Rotterdam aanmeren. Ja, ja. Die dus deze kerst ver van huis zijn. Ja. Gewoon eenzaam, geïsoleerd, het liefst thuis willen zijn met hun gezin. Het werkterrein van de Vlakkeienaar dus, de Rotterdamse haven. Hier is er bijna dagelijks te vinden om met mensen uit bijvoorbeeld de Filipijnen te praten over het geloof. Advanced Merry Christmas. Het eerste schip in mijn leven. Ik was nooit aan boord van een schip geweest. En het voelde gelijk als thuis. En ik had totaal geen problemen om met zeelieden te praten. Sterker nog, ik voelde een hele hechte verbinding en diepe liefde voor deze mensen. Ik weet niet waarom. Ik denk dat het door God is gegeven. Ik ben lonely. I miss him for my son and my wife. I'm so happy with Christmas coming. Also my wife, he sent me a picture. He prepared this inside my house. He make a Christmas tree. When was the last time you spent Christmas with your family? 17 years ago. We waren net aan boord van een schip, hebben van een zeeman gehoord dat hij 17 jaar niet meer met kerst thuis was. En dan mis je je gezin toch het meest. En zo'n kerstpakket, dat kan echt het verschil maken in het leven van zo iemand. Omdat hij dan ziet, oh, er zijn mensen die om mij geven. En die echt voor me zijn, die echt een hart voor mij hebben. Ik ben niet vergeten. Yes, God bless you, my friend. Thank you. Thank you. Bye-bye. He's actually an engineer, it's really true. On this ship, even an ejector nozzle is 25 kilos. So that's 12. Ik heb een diepe liefde en respect voor deze mensen. Ik weet niet waarom, ik denk dat het door God is gegeven.